Hartelijk welkom bij Rotterdam Centraal. De imposante skyline van Rotterdam krijgt er de komende periode een beeldbepalend object bij. Een van de grootste kranen van Europa wordt gebruikt bij de bouw van de nieuwe stationshal. In slechts een week tijd is de kraan in de Konradstraat opgebouwd. Er waren 50 vrachtwagens nodig om alle onderdelen van de kraan aan te voeren. De kraan, een Liebherr 1750, is 70 meter hoog en heeft een arm van 120 meter. Door het enorme gewicht en de grootse afmetingen zijn ter ondersteuning eerst 70 heipalen de grond ingegaan. De kraan zal tot in het najaar gaan hijsen. Liefhebbers reizen de kraan over de hele wereld achterna om te zien welke werkzaamheden worden verricht. Deze hijswerkzaamheden vinden midden in het station plaats en hebben daarom consequenties voor de reizigers. De komst van de kraan betekent dat de kraan gaat hijsen. Aangezien het bouwwerk midden in het loopgebied staat, moet een deel worden afgesloten. Dat kan niet overdag, dat is natuurlijk veel te druk. Dus dat doen we 's avonds. En daar starten we mee om 9 uur 's avonds en dat eindigen we om 5 uur 's morgens. En gedurende die periode wordt een deel afgesloten en moet je via een alternatieve looproute je weg vervolgen richting het Weena. Hier staat de plek waar de loodstroom wordt afgesloten om 9 uur. Op deze lijn komen de hekken te staan. Houdt in dat de reizigers dan twee kanten op gaan. Dat is enerzijds langs deze kant, dus door dit tijdelijke gebouw die kant op. En de andere kant is richting de Konradstraat, waar je dus via de Konradstraat weer naar het Weena loopt. Ja, dit is weer zo'n locatie waar dan de hekken komen. Die worden hier s'avonds om 9 uur neergezet. Vanaf het station kom je deze kant op gelopen. Dan kun je dus richting de metro, dat is die kant op, richting de trams via de Oost-Westroute en aan die kant richting de lift. Ja, hier komt inderdaad ook weer een hekkenrij. Die sluit de hoofdloopstroom richting het station, dus die kant op sluit die af. En houdt in dat de reizigers richting de Konradstraat moeten lopen. En die vinden je om de hoek het metrostation en als je om de kraan heen loopt het station. Minder zichtbaar voor de reizigers wordt ondergronds gewerkt aan de laatste bouwfase van het metrostation. Ik ben hier uitvoerder op het project van het metrostation. Dus, de mensen die het werk maken, die stuur ik aan en controleren of ze het goed doen. Het is dynamisch, veel verschillende onderdelen. Elke dag is anders, dat houdt het leuk. Het allerleukste dat is dat je met alle bouwplaatsmedewerkers het werk maakt. Je creëert iets. Je ziet het station ontstaan. Dat is toch wel het leukste ervan. Zoals je ziet, we zijn hier onder de grond het spoor aan het bouwen. We zijn wandjes aan het maken. Hier zien we een van de grote nadelen van onder de grond bouwen. Alles moet met de hand. Niks kan er machinaal gedaan worden. We krijgen geen machines in de buurt. Dus het is allemaal handwerk, vandaar dat er ook redelijk veel mensen aan de gang zijn. Het is een apart project. Je bent alles onder de grond aan het maken. En met de wetenschap dat dadelijk hier verschrikkelijk veel mensen gaan lopen en gebruik van gaan maken. Dat is wel apart. Toen de vorige fase in gebruik is genomen, hebben we al hele leuke reacties gekregen. Dat het al een heel mooi station was, al heel groot en ruim. Ja, en als het helemaal open gaat, dan kijken ze er ogen uit. Komende vrijdag vindt op het Groothandelsgebouw vanaf 9 uur de eerste kijkavond plaats. Aanmelden kan op de avond zelf bij de receptie van het Groothandelsgebouw. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Op zaterdag 28 mei vindt de jaarlijkse dag van de bouw plaats. Tijdens deze dag is vanaf 10 uur de bouwplaats Rotterdam Centraal opengesteld voor publiek. Mocht je niet genoeg kunnen krijgen van de bouwput, dan is er op zaterdag 4 juni weer de maandelijkse gratis kijkdag. Tijdens een rondleiding door het stationsgebied kom je dan alles te weten over de bouwput van Rotterdam Centraal. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij Punt Centraal.